Deze keer geef ik het leven minder glans. Want dat ga ik doen. Van deze glanzende medaille ga ik een meer matte finish maken. En dat gebeurt eigenlijk heel simpel in twee stappen. Ik ga straks het contrast verlagen. Maar allereerst wil ik de foto eigenlijk overdekken met een soort transparante laag. En dat doe ik door middel van het pipetje. Dat is sneltoets I. En anders zit hij hier aan de linkerkant. Standaard staat de grootte op een punt. En als ik nou ga klikken, ik klik bijvoorbeeld hier, dan zie je dat mijn voorgrondkleur die kleur aanneemt. Klik ik bijvoorbeeld in het rood, dan zie je dat ik een rode tint heb geselecteerd. En klik ik ergens op de medaille, dan zie je dat dat de kleur van de medaille krijgt. Maar er moet een bepaald gemiddelde komen, wat de hooglichten, zoals bijvoorbeeld in de jas of aan de zijkant van de medaille. En de schaduwpartijen, zoals de achterkant van de kleding of. Bijvoorbeeld in de broek, wat dat een beetje eh, gemiddeld vertegenwoordigt. En dat doe je door de grootte in plaats van punt op veel groter te zetten. En ik kies in dit geval voor 101 bij 101. Het ligt er ook aan hoe groot jouw oorspronkelijke foto is, maar des te groter, des te beter een gemiddelde krijg je. Maar je moet wel zeker weten dat je alleen medaille selecteert en niet dusdanig groot hebt dat je ook tafel mee gaat selecteren in mijn geval. En ik ga gewoon ergens klikken op een punt wat. Ongeveer in het midden ligt. Dus niet de absolute hooglichten en ook niet de absolute donkere partijen. En ik denk dat dat ongeveer hier ligt. En je klikt. Nou, je ziet vrij weinig veranderen in de voorgrondkleur, omdat we al redelijk in die tint zaten. Maar als ik bijvoorbeeld wit selecteer. En ik selecteer dan weer dit. Dan zie je dat mijn voorgrondkleur redelijk ja, oker gekleurd is. Klik je bijvoorbeeld op de voorgrondkleur, dan krijg je je kleurenkiezer. En dan zie je daar ook gewoon de waarden staan die de kleur heeft. Ik klik even op annuleren, want dit staat al goed. Vervolgens ga ik er dus een laag overheen leggen en ik ga er een volle kleurlaag overheen leggen. Natuurlijk weer met een aanpassingslaag hieronder en dan een volle kleur. En standaard zal hij de voorgrondkleur selecteren. Daarom is het dus belangrijk dat je even met het pipetje de voorgrondkleur kiest. En je drukt op OK. Nu is je medaille gewoon weg en om hem weer terug te halen zetten we de overvloeimodus van normaal op donkerder. En je ziet dat de structuur van je medaille alweer een stuk terugkomt. Nu kun je de dekking van deze laag aanpassen. Dat doe je hier. En die kun je bijvoorbeeld op 0 zetten. Dan is je medaille weer helemaal zichtbaar. Maar door geleidelijk aan de volle kleur naar binnen te schuiven. Er overheen te leggen, zeg maar. Zie je dat er eigenlijk al wel ja, wat glans verdwijnt. Zet ik hem bijvoorbeeld uit. Of aan, dan zie je vooral in de, in de hooglichten, in de, de, de shiny parts, de schijnende delen van de medaille, dat die een heel stuk getemperd worden. Ik laat dit even zo. Voorlopig ga ik ook nog het contrast verlagen. En ik maak een nieuwe aanpassingslager met curve. En wat ik ga doen, ik ga eigenlijk een klein beetje bij de donkere partijen wat meer toevoegen. En bij de lichte partijen een klein beetje eruit. En ik zet de dekking ook wat lager. En ik pas de kleurvulling ook nog een klein beetje aan. Gewoon net nagelang mijn smaak. Kijk ik even naar het origineel door de Alt in te drukken en op het oogje voor de achtergrondlaag te kiezen. En dan vind ik eigenlijk dat ik te veel zwart erin heb gedraaid. En nou, weet je, ik draai dat gewoon nog een klein beetje terug. Zo is hij al een stuk beter. Je ziet nu echter wel dat ook mijn tafel niet meer zo wit is als dat hij oorspronkelijk was. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de oorspronkelijke foto, dan is dit nog gewoon een witte tafel. En hier zit ook weer die, die gloed overheen die we er net op hebben gelegd om de glans eraf te halen. Dat wil ik natuurlijk niet op mijn tafel. Dus de twee aanpassingslagen die ik net gemaakt heb, die ga ik gewoon even met Shift allebei selecteren. En daar maak ik een, een mooie groep van. En deze groep geef ik vervolgens een masker. En als ik nu ga kleuren in dat masker, gewoon heel simpel met de kwast. Ik pak een lekkere zachte kwast om te beginnen. Ik maak hem wat groter. En ik ga gewoon met een zwarte kleur in mijn masker selecteren. Dan zie je dat mijn tafel weer terugkomt. En natuurlijk kun je hier heel ver op inzoomen om gewoon heel secuur met een, met een kleine kwast gewoon netjes overal even langs te gaan. Je ziet een klein randje schaduw. Dat is gewoon van het licht. Ik doe het even heel grof. Het gaat om het principe dat je dat snapt. En je moet er zelf maar gewoon even thuis de tijd aan besteden. En als ik zo vrij zacht de outlines heb neergezet, dan klik ik met Alt op mijn masker. En selecteer ik een hardere kwast en vul ik het vervolgens nog wat grover in. En wederom, je ziet hier een vrij snel uh, masker wat ik gemaakt heb. Er zijn makkelijkere manieren om te selecteren. En ja, je kunt het natuurlijk gewoon veel preciezer doen. Maar het gaat er even om dat ik je aantoon hoe je met een masker gewoon de bewerkingen in de witte tafel weer ongedaan maakt. Zet ik hem nou uit, dan is dit ons glanzende origineel. En dit is onze matte afgewerkte medaille. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei-doei.